Hey jongens, welkom bij de tweede aflevering van onze serie. En ja, we zitten in de kwartfinale waar we tegen Bray Wanderers spelen. En ik ga er direct in jumpen, want het eerste deel is Thomas er nog altijd. En we scoren al met Akpo. Arsenal scoort in de 9e minuut. Ja, dat is een dier. We staan al voor, zes. Super. Check, check, check. Nice. Akpo! Oh, hij zit er aan toe. Tik een gangbang. 27e minuut. 2-0. Check jongen, check. Schiet! Bam. Binnen. 2-0. Voilà, zijn eerste helft is gedaan. 0-2 bij de rust. Twee keer Akpo. Kan hij voor een hat-trick gaan? Dat zal dan van Thomas afhangen. Oh, Akpo met de hat-trick. Goal van Thomas. Bal binnen. Oh, beast goal. Check jongen. Lopen. Lopen. Bijna de bal afgepakt. Klets. Als een beest jongen. Ik wist dat we die moesten lenen. Maar what the fuck. Voilà, zijn match zit erop. 3-0 is de eindstand. Hattrick van Akpo. Superman. We gaan eens kijken. Hè. Wordt er nu nog een match gespeeld tegen dat team? Nee, we zijn door. We gaan naar de halve finale. Oh my god. Dan zijn wij beest. Ja, we beginnen er weer aan. Zeg. Halve finale. Ik ga ervoor dat we een beker pakken in Ierland, zeg. Here we go! Akpo is the man! 0-1 achter. Shit! Oh! 1-1, zeg. Nice, we zitten in de running. Ja, 1-2 voor die mannen. Die kerel, Quigley, maakt een goal. Ja, 1-3 jongens. Thomas, die al 2 golen binnengekregen. Is goed bezig. Ja, verloren 1-3 zei. Wat gaan we nu moeten doen? Hè? In Schotland is er geen beker meer te verdienen. Tenzij er nog een tweede match zou komen. Nee, dus we liggen eruit in de halve finale. Jammer genoeg. En ja, prijzen geldt toernooi. 13.000. Amai, schoon bedrag. Maar dan zullen we maar een ander team zoeken. Hè, nu dat we hier niets niet meer te doen hebben. Hier zei. Proberen om in Portugal terecht te komen. Weinig geld, hè? Ja, maar die hadden wel een hoog salarisbudget. Dus ja, hopla. We zijn goed bezig. Onderwerp je vacature. Bedankt voor je AA. Nee. We hebben besloten. Bedankt voor je. Let al. Amai. Tis machakala. Volga. We blijven proberen en we komen later terug. Hè. Ja jongens, het eerste seizoen zit erop van ons team en we zitten hier dus nog altijd vast in Ierland. Hè, dus we schuiven al op. En, ja, zo pro zijn wij. We zullen zien wat er hier dat tweede seizoen zou kunnen gebeuren. Hè. Hey jongens, dus we zitten in seizoen 2 nu van Zero to Hero. Met nog altijd Ierland, want er heeft nog altijd geen andere coach. Of nog geen andere bond die eigenlijk wil dat wij trainer worden van hun team. Dus blijven we maar starten in Ierland en ik ga gewoon proberen om zo goed mogelijk te doen in de competitie, de beker, nu dat Thomas hier niet meer is. En we zullen wel zien waar we uitkomen. En ik hoop eigenlijk tegen januari een transfer te hebben gefixt bij een andere ploeg. Dus, let's see and try. Oké, dus in de chat was er gezegd dat ik Zivkovic van FC Groningen moest lenen. Maar ik heb het nu geprobeerd en we hebben een leenvoorstel voor Zivkovic bekeken. Maar we moeten meedelen dat het bot uit we hem niet uitlenen. Dus dat is jammer voor de persoon die dat wou dat ik hem uitleende of kocht. Want kopen kan ik totaal niet doen. En ja, jammer. Er is ook nog gezegd Storm zoals altijd en Bakali. Maar ik denk dat ik gewoon terug Akpo ga lenen. Want die was vorig seizoen echt super goed voor ons team. En ja, als we hem kunnen uitlenen, dan ziet het er wel goed uit voor mijn spits dinges. Dus kijk hier, salaris is veel minder dan Zivkovic, want daar moest ik 8 miljoen voor opdokken. Dus 8 miljoen was wel veel en voor hem kan ik rustig nog wat andere spelers zoeken. Dus dat ga ik doen en we zien wel bij wie dat we allemaal nog uitkomen. Voilà, dus Akpo die komt terug ons jaartje vergezellen. En voorlopig denk ik dat ik het daarmee ga doen met die spits. Kwestie van, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik anders nog zou kunnen gebruiken. Ik heb misschien nog wel een idee voor een verdediger.
Maar verdedigers, wow, maakt normaal niet zoveel uit voor dat team. En deze matchen simuleer ik gewoon en ik kom terug als ik op belangrijke momenten zit in deze carrière mode. Zo, tot aan de eerste match. Voilà, zijn eerste match van het seizoen tegen Derry City. En we gaan proberen echt kijken wat eruit komt. Auw, wij kregen een kans, maar we waken het niet af in deze eerste match. We zitten altijd in de eerste helft. Komt goed, komt goed. Oh yeah! Warren scoort de 1-0 in de eerste match van het seizoen. Dus momenteel hebben we de 3 punten binnen. Dat heel belangrijk is. Andere teams zijn nu naar mij aan het kijken. Voor mij in een team te nemen. Wie weet hoe dat andere ploegen het slecht aan het doen zijn. We hebben geen idee, maar we gaan door. Want we moeten winnen. Amai, een groot deel van die mannen de poot is dan toch niet zo recht, moet ik zeggen. Maar we staan altijd voor, match zit er bijna op, 5 minuutjes en dan, yeah, victory. Yes, match zit erop, we winnen met 1-0 dankzij Warren, die scoort. Het was niet Akpau die heeft gescoord, maar Warren. En daar ben ik zeer blij om, dat hij een goaltje heeft gemaakt. Dus ja. Up naar het volgende deel. Ik spoel rap door, want we zitten al maar in Ierland en deze serie gaat nog een tijdje duren. Voilà, 15 augustus. We zijn vandaag 16 augustus, kei toevallig. De match tegen ST Pat, die dat we gaan spelen. Ik ben benieuwd of dat we terug kunnen winnen. Ik ga gewoon mijn best doen en we zien wel. Oh, Beatty, de spits die momenteel speelt in de plaats van Akpau omdat hij moe is, maakte 1-0 in deze match na een mooie corner. Boom, binnen. En we staan dus voor in de 39e minuut. Goed bezig, niet like. Oh, Beatty maakt het 2-0. Nog altijd in dezelfde match. Dus deze match kan niet beter voor ons zijn. We gaan deze zeker niet verliezen. Hell yeah. En ja, kei blij natuurlijk. 2-0, 73e minuut. We gaan 2 matchen op rij winnen. Voilà, zijn we winnen 2-0. Super nice, awesome. En ja. Ik ga nog geen match spelen deze aflevering en dan zit deze aflevering erop zeg. Hopelijk kunnen we 3 wins in een row halen. Oké, we staan op kop van de leaderboard samen met nog 1 andere ploeg, Sorg City. En ja, we gaan spelen tegen Shelbourne. Dus als we winnen blijven we sowieso op kop staan. Terwijl ze er natuurlijk meer doelpunten zouden maken ofzo. Maar het ziet er goed uit voor ons team. Als we winnen, dan blijven we aan de leiding staan. Dus, let's start this game! Boom, boom, boom! Net voor de rust maken we 1-0 met Lampy. Dus dat betekent dat we weer aan het winnen zijn deze match. Oh yeah, hoe kan ik bij Lokeren zo slecht zijn? Oké, misschien omdat dit meer mijn niveau van spelen. Dat gaat ook. Deze competitie. Maar we scoren dus 1-0 en ja, nog 1 helft te spelen. En ik hoop dat we voorsprong kunnen behouden. Voilà jongens, een kleine overwinning. 1-0 van Lampy. Ay, met de goal van Lampy. Maar we winnen. Dus dat is het belangrijkste. Dus we zullen waarschijnlijk nog wel eerste staan in het klassement. En dat is zeer goed nieuws voor ons team. Hè. Lampy heeft een 8.0 beoordeling gekregen. Sorg City heeft zelf verloren. Dus dat is nog beter. Voilà. Limerick staat nu op de tweede plaats. Sorg City op de derde plaats. We staan 2 punten los. Super. Krijg je nog een transferaanbieding van onze doelman dat wel echt een super mooi bedrag is. Ik weet, onze keeper is goed. 450.000. Ik ga proberen meer te vragen. Als ik... Nee, ik ga dat gewoon doen. Ik ga dat gewoon doen, dat bot. Dan kan ik spelers kopen. Oh my god. Voilà. We zien nu dat het verloopt. En dat zal voor de volgende aflevering zijn, jongens. We houden het in spanning voor jullie en voor mijzelf. Tot de volgende keer. Blij dat jullie deze aflevering hebben bekeken. Hopelijk vonden jullie het tof. En zien jullie een andere keer. Het zal niet morgen zijn, want morgen is een big day for me. Want ik ben een jaar samen met mijn vriendin. Woep woep.